dacht, ik stop het restant goudpoeder even in een zakje. Hey guys, ik ben er deze week voor jullie met een Harry Potter DIY. Wat veel van jullie niet weten is dat ik een jaar of 6 à 7 geleden ook al video's maakte. En toen maakte ik met name nerdy geeky DIY's. Waarvan de uitkomst vaak heel erg questionable was. En een van mijn eerste DIY's was daar op een Jillyweed potion bottle. En het geluid klonk overigens alsof het was opgenomen met een broodrooster midden op een vliegveld. Als de trap nog wat verder zie je met een oude ketting en een bedeltje van een soort van bloem. Deze week ga ik die DIY hopelijk een stukje beter dan destijds met jullie opnieuw doen. Als je ook een Harry Potter fan zijn of houden van andere nerdy, geeky, cosplay, gaming gerelateerde dingen, vergeet dan vooral niet om te abonneren en een duimpje achter te laten. En zonder verder te veel gedoe gaan we dan door met de DIY. Als eerste spullen die je nodig hebt, ik gebruik een fles van flesland.nl. Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten. Dan wat spulletjes om het verder te versieren. Ik heb zelf een label gemaakt op Canva. Ik probeer om die afbeelding ook in de beschrijving te zetten. Verder nog wat kraaltjes, jute draad, een plantje van Action, secondenlijm en natuurlijk een schaar. Ik heb ook nog verschillende spullen om iets met wax te doen. Ik heb groene, bronzen en gouden waxbeads van AliExpress. Een stem met een soort blad erop. Een waxbrandersetje en natuurlijk een aansteker. Als laatste heb ik nog een hele grote fles met doorzichtige kinderlijm, groene verf, een trechtertje, een bakje om dingen in te mengen en de achterkant van een kwastje wat ik daarvoor gebruik en een zakje met goud glitterpoeder. Ik begin met wat lijm in een plastic bak doen. Ik doe het gewoon op gevoel hoeveel ik denk dat ik nodig ga hebben. Dan doe ik iets wat jullie absoluut niet moeten doen. Ik dacht, ik meng er wat groene verf doorheen op de hoop dat het een transparant groen kleurtje kreeg. Ondanks dat er heel pleasing uitzag, kwam ik er al snel achter dat het veel te donker werd en dat het niet transparant was en dat je het er absoluut niet doorheen zag. Oftewel tijd om alles weg te gooien en opnieuw te beginnen. Ik had het bakje helemaal schoongemaakt, er zat nog een restant groene verf in en ik doe de lijm er opnieuw in. En ik meng ook wat van het gouden poeder er doorheen om een beetje een glitter effect erin te krijgen. We houden ervan om real te zijn op dit kanaal. Ik dacht, ik stop het restant goudpoeder even in een zakje. Oh boy. Oh, dit speelt het ook gewoon echt niet weg. Het blijft helemaal zitten. Hoe leg ik uit aan mijn vriend dat we vanaf nu een gouden keuken hebben? Oh. Ah, en de lijm is ook nu aan het drogen. Alles gaat fout deze DIY. Nadat ik alle mes had opgeruimd, haal ik al deze stengeltjes van de nepplant af. En ik ga het flesje vullen met deze steentjes. Geniet even van de ASMR. Dan gebruik ik een trechter om de lijm in de fles te laten lopen. Ik doe dit tot ongeveer de helft, zodat ik daar de stengeltjes in kan gaan steken. Ik piew dit er gewoon een beetje in op gevoel. En ik gebruik nog de achterkant van een kwast om ze uiteindelijk te verplaatsen zoals ik ze wil hebben. Dan maak ik de bovenkant nog schoon met een keukenpapiertje voor het geval er wat lijm op verkeerde plekken zat. En vul ik de fles verder. Het leek me makkelijker eerst de helft te doen en de plantjes te plaatsen en dan de rest te vullen. Wat YouTube ziet versus reality. En wellicht is dit ook gebeurd. Is dat lijm? Ja. Dan maak ik de fles even heel erg goed schoon, zodat ik zeker weet dat het sticker goed blijft plakken. Ik had hier zelf glashex voor gebruikt. En ik plaats het sticker gewoon ergens waar ik hem zelf mooi vind. Strijk er even goed overheen, zodat er geen belletjes onder belanden. En nu begint het leukste gedeelte, en dat is de fles verder versieren. Als eerste draai ik er een jute touw omheen wat ik vastmaak met secondenlijm. Daar hang ik nog een krautje aan van een soort van mermaid. Doe hiermee gewoon wat jij zelf leuk vindt. En het uiteinde van het touw bevestig ik ook aan de achterkant met genoeg secondenlijm. Besef je even dat dit beeld 50 keer versneld is. Ik wil een wax seal maken, maar echt, wat duurt dat spul er lang over om te smelten. Dit was voor het eerst dat ik ermee werkte, maar goed. Ik giet het op een plaatje ervoor en ik zet mijn stamper op. En heb dan wel een mooi stempeltje van een soort plantje die ik op mijn fles ga bevestigen. Ik haal deze voorzichtig met een boterhammenmesje van de plaat af. En kijk nu waar ik die mooi kan plaatsen. Dan begint het wachten opnieuw voor de wax gesmolten is.
Dit druip ik met een niet bestaande techniek. Echt, ik ben hier niet goed in, kwam ik deze keer achter op de fles. En dat gebruik ik als een soort van lijm om de wax seal mee te bevestigen. Terwijl ik weer aan het wachten ben tot de wax gesmolten is, begin ik maar alvast aan een kettingje maken met wat kraaltjes eraan ter versiering aan een visdraad en die knoop ik aan de achterkant. Eigenlijk was het misschien slimmer om voor Jutta te doen, want dan zat het daaronder. Maar dit werkt ook. En dan, als de wax eindelijk gesmolten is, ga ik door met een soort van druppels erop maken. Maar ik denk dat je hierop beter kan kijken naar andere YouTubers. Ik weet dat Noël van Dreven dit ook wel eens heeft gedaan in DIY's. Ik zet haar linkje in de beschrijving, want ik snap niet hoe mensen dit doen. Ik bak er echt niks van. En hier ging alles fout. Ik vond het smelten van de wax te lang duren, dus dacht ik hou mijn aansteker erbij. Dit resulteerde in mijn gietdingetje die in de hens vloog. En het werd gewoon overal een mess. Wees niet zoals ik. Wees geduldig. Wacht gewoon tot je wax gesmolten is. En ik ben op een gegeven moment ook gaan gieten met wax die nog niet geheel gesmolten was. Dat werd al helemaal een mess. Leer van mijn fouten. Heb geduld. Dan komt het vast goed. Omdat ik dus niet goed met de wax om kon gaan, besloot ik uiteindelijk wat kraaltjes aan de bovenkant vast te plakken met secondenlijm om het lelijke weg te werken. En ik vond het effect ervan heel erg leuk. Kan je er nou wel goed mee omgaan, kan je dit gewoon in de hete wax plakken, want er hoort het in te blijven zitten. En jongens, dan is die af en dan is dit de outcome. Ik ben er echt zo blij mee als je dit vergelijkt met de DIY die ik 6-7 jaar geleden heb gedaan. Dan durf ik wel te zeggen dat ik hier ietsje beter in ben geworden, ondanks allemaal gestuntel. Ik ga deze een plekje in mijn verzameling geven en dan hebben jullie stiekem al wat spoilers dat er meer Harry Potter potion DIY's in de planning staan. Dan ga ik voor nu de video afronden. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week. Doei!